Oké, mannen, van harte welkom hier bij Unitas 30 in het Teleur. We weten wat de doelstelling is. Leuk trainen, goed trainen, zoals bij een betaalde club. Zoals jullie bij RBC getraind hebben, gaan we hier ook trainen. 34 voormalige jeugdspelers van RBC Roosendaal kunnen voortaan elk weekend terecht bij de eerste Nederlandse voetbalschool van Ad Mouwen. Een haast compleet CND-elftal. Dat is een soort weeshuis en die vangen wij op. En door het opvangen van die kinderen kunnen wij qua organisatie toch iets betekenen. Voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Want in mei van dit jaar kwamen de kinderen en hun ouders na het faillissement van RBC ineens op straat te staan. Ja, ik baalde wel, ja. Ook omdat de andere clubs allemaal al vol zaten. Ik kon ook niet meer naar een andere club toe. Dus ik moest me gewoon plaatselijke vereniging. De kinderen zijn de dupe van iets geworden waar ze eigenlijk niks aan konden doen. Het lag niet aan de prestaties. Ja, het was puur de financiële kwestie. Maar ik mag geen grote stappen maken. Die ruimte en die kans moet ik hem geven. Ja, opnieuw. De voetbalschool heeft professionele trainers in dienst die werken op het niveau van een betaald voetbalclub. Ja, ik train nou weer op niveau en normaal is het altijd bij de amateurvereniging toch wat meer voor de lol en zo. Dus. Ja, en hier is gewoon echt gewoon fel. De voetbalschool is ook een soort kraamkamer. De ex-spelertjes van RBC krijgen regelmatig de kans om zich te presenteren aan een betaald voetbalclub. We hebben dan contact met NAC, Willem II, Feyenoord, Sparta, die al hebben gezegd om een wedstrijd te spelen. Een mooi voorbeeld voor de kinderen is Alex Schalk, de talentvolle spits van NAC Breda. Ik ben hier ooit begonnen en hier uiteindelijk ook gescout door NAC. Ik hoop dat het voor deze jongens ook weggelegd is. Ik hoop toch wel dat ik volgend jaar wel weer kans kan maken. Bij een betaald voetbalclub? Ja, natuurlijk. Ik kan niet garanderen natuurlijk dat ze bij een betaalde club komen, maar we geven ze wel de kans.